Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door NHL Hogeschool Leeuwarden. Goedemiddag, fijn dat je weer kijkt naar Cambuur TV. In het clubnieuws zien we dat de selectie op verschillende manieren werd gefotografeerd. Maakten we een sfeerreportage van het derby tegen SC Heerenveen. Kijken we met Dwight Lodewegers terug op dit duel. Spreken we met Jody Lukoki onder andere over zijn eerste goal voor Cambuur. Nemen twee spelers het tegen elkaar op in een partij voetgolf. En blikken we met Henk de Jong vooruit op het thuisduel van vrijdagavond tegen FC Twente. Vorige week ondergingen de spelers van Cambuur een gebitsanalyse. Er werd onderzocht of een speler met gebitsproblemen sneller spierblessures oploopt dan een speler met een goed gebit. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan kan Cambuur hier wat aan doen om blessures te voorkomen. Een paar dagen later kwamen de spelers op de foto, deze keer als team. Eerst in Cambuur tenue, daarna strak in het pak voor het Business Magazine. Cambuur speelde zondag een sterke wedstrijd, maar slaagde er niet in om minimaal een punt mee te nemen uit Heerenveen. Desondanks maakten de meer dan 1200 Cambuur supporters er een sfeervolle dag van. We'll be right back.
De club bedankt de meegereisde supporters voor hun fantastische steun. We zijn na de derby, helaas net niet gewonnen. Maar welk gevoel overheerst? Nou, ik ben hartstikke trots op de ploeg. Ik ben ook trots op de mensen eromheen. De supporters, de aanmoedigingen, geweldig hoe dat allemaal was. Ik vind dat wij een hele goede tweede helft hebben gespeeld. De baas zijn geweest daar. Volgens mij was er op dat moment maar één ploeg aan het voetballen. Het is echt hartstikke doodzonde dat we daar niet in ieder geval een punt meegenomen hebben. Wat dacht jij na de 1-1 van Lukoki? Erop en erover? Nou, want wij, de wedstrijd was helemaal aan het kantelen. Hè? Waar we in de eerste helft nog wat aarzelend waren in ons veldspel van... is dat nou ook echt zo? Kunnen we hier zomaar de baas worden in Heerenveen qua veldspel? Hebben we dat in de tweede helft gewoon doorgezet en gezegd van... ja, dat willen we ook. Dat gaan we ook goed doen. Dus als we het doen, dan moeten we het ook goed doen. Of je doet het helemaal niet. Nou, en ze deden dat wel. Elke keer kwamen we goed door, kwamen goed aan het voetballen. Volgens mij, statistiek was 68% balbezit. We scoren de 1-1, die was dik verdiend. Was dik verdiend zelfs. En ik had echt het gevoel dat die wedstrijd helemaal aan het kantelen was naar ons toe. Alleen, binnen een minuut lag die aan de andere kant erin. En dat was wel heel erg jammer, want nou, dat kantelt dan weer zo'n wedstrijd om. Hè. Dan heb je ze eigenlijk op de knieën en dan staan ze weer op. Was dat indirect ook de nekslag? Dat je binnen een minuut gelijk weer die tegengoal om de oren krijgt? Dat was niet de nekslag, want we konden het alsnog doen. En we hebben zelfs daar nog een paar kansen voor gehad. Maar het maakt het wel lastiger. Hoe heb jij de hele week beleefd eigenlijk, de Friese derby? Nou, gewoon zoals altijd. Ik vond het wel. Ik hoorde ook wel veel over de media eromheen en hoe de fans reageerden. De laatste training hier, de support die we kregen met vuurwerk en alles. Dat is hartstikke mooi, hè. En ik hoop alleen dat we de fans een beetje trots hebben kunnen maken. Niet met de uitslag, maar wel met dat we in ieder geval met hart en ziel hebben gespeeld. Ja, dat is mooi. En ik ben ook blij dat er geen gekke dingen zijn gebeurd. Geen gemene dingen, geen geweld. Gewoon alles is mooi rustig gebleven. We zijn kort na de derby tegen Heerenveen. Helaas met 2-1 verloren. Maar hoe heb jij de hele week beleefd? De voorbereiding was gewoon normaal hoe ik altijd de wedstrijd inga. En welk gevoel overheerst nu bij jou na de wedstrijd tegen Heerenveen? Een beetje teleurstelling, want er staat wel meer in, denk ik. Tweede helft speelden we echt goed. Meestal alleen jammer dat we eerste helft wat minder speelden. Persoonlijk hoogtepunt voor jou is natuurlijk je eerste doelpunt voor Cambuur. Kun je vertellen nog hoe die ging? Ja, volgens mij vooral over de Wouter bal. Die speelde hem toen naar Rietsmaier. En op dat moment liep ik gewoon diep en Rietsmaier gaf hem heel goed in de diepte. En toen nam ik hem nog één keer mee en toen schoot ik hem eigenlijk in de verre hoek. Wat gaat er op zo'n moment door je heen? Besef je dat dat een heel belangrijk doelpunt is? Ja, ik besefte ook dat het heel belangrijk was natuurlijk, omdat derby is, zeg maar, tegen Heerenveen natuurlijk. Het is geweldig als je op dat moment dan een goal kan maken. En ja, ik was ook tevreden omdat het mijn eerste goal was. Dat had ik wel nodig. Alleen is het zuur dat het dan zo snel 2-1 wordt. En de eerste goal, dit smaakt naar meer, denk ik, of niet? Ja, zeker. Het was wel een bevrijding. En ik hoop dat ik er nog meer kan maken voor Cambuur. Als team denk ik gewoon dat we het heel goed doen. En het gaat goed. Zoals je tweede helft zag, ging het gewoon goed. Waren we gewoon de baas. En dat moeten we gewoon voortzetten. En de sfeer in de groep is goed, lijkt me, of niet? Ja, is goed. Is geweldig. En natuurlijk wel een teleurstelling gisteren. Maar als je ziet hoe we het vandaag weer oppakken, is gewoon, dat is denk ik onze kracht ook. Vandaag neemt Marcel Rietsmaier het op tegen Mohamed El Makrini. Ja. Heerlijke ballen. Zo! Licht is naar de kloten. Prachtig! Lekker! Yes.
Hij ligt daar goed, gewoon stop op. Schiet hij voor mij ook even stop op. Je moet de andere kant op. Je moet daar. Jammer. Jezus, zeker. Rietsmeijer kwam erg dicht bij de koppositie, maar moet deze toch delen met Leonard Nienhuis en Ramon Leeuwin. El Macrini vinden we een plekje lager met 8 pogingen. Vrijdagavond het duel tegen FC Twente. Wat verwacht u van die wedstrijd? Ja, ik denk dat het een hele interessante wedstrijd wordt. Kijk, Twente is de koploper en wij staan ietsje lager. Maar ik denk dat we, als de wedstrijd gaan spelen, dat we weinig voor Twente onder gaan doen. Ik heb Alfred Schreuder, die zit bij mij op cursus. En toevallig vandaag hebben we bij Willem II hebben we training gegeven samen. Dat is wel leuk, 2 dagen voor de wedstrijd. Maar ik heb 2 weken terug na Heracles nog een berichtje gestuurd van kampioenen, olé olé. Ik denk dat FC Twente echt kampioen kan worden. Alleen tegen ons niet. Ik denk dat wij, ja, de manier waarop wij spelen, dat Twente dat heel vervelend gaat vinden. Waar moeten we voor oppassen bij Twente? Nou, ze hebben een fantastische voorhoede. En als je Twente laat voetballen, ja, dan kom je in de problemen. Dus je moet ze beletten te gaan voetballen. En dat kunnen jullie, hebben jullie bewezen ook. Is het dan ook lekker dat je vrijdagavond tegen Twente speelt, na zo'n wedstrijd tegen Heerenveen, gelijk weer een topper op bezoek? Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind dat we tegen Heerenveen hebben te weinig gekregen. De tweede helft Heerenveen zijn we eigenlijk zijn we ver weg de bovenliggende partij. Alleen je moet je kansen moet je benutten. Nou, we zullen nu ook weer kansen krijgen. Hè? Het zij uit voetbalmomenten, het zij uit stilstaande momenten, waar we ook goed beheersen. Dus daar zullen we heel scherp in moeten zijn. En als je de kansen benut, dan heb je een goede kans, omdat wij weinig goals weggeven, hebben we een goede kans om die wedstrijd te winnen. Hoe staat de groep ervoor voor vrijdagavond? Ja, we zijn fit. Martijn van der Laan is er weer bij. Met zijn linkerpootje, met zijn indribbelen. Ja, dat is voor ons wel een wapen. En hetzelfde als de voorgaande wedstrijden, gewoon met lekker je eigen spel spelen, aanvallend voetballen, en dat is een Heerenveen. Dat gaan we vrijdag weer zien? Ja, dat gaan we vrijdag weer zien. Want wij kunnen hier niet anders. Hè? Als wij helemaal in gaan zakken. Kijk, je kan wel eens gedwongen worden. Dan heeft ons publiek daar vrede mee. Dat zien ze. Maar als wij alleen maar terug gaan hangen en een beetje verdedigen en wat counteren. Ja, dan worden wij het stadion uitgefloten hier. Hè? Dat heb ik al vaker gezegd. Dus ja, wij zullen ook gewoon op de aanval moeten spelen. Natuurlijk moet je er wel eens een beetje wat nuances in aanbrengen. Nou, dat begrijpt iedereen wel. Voor het duel tegen FC Twente zijn nog steeds kaarten beschikbaar. Kijk daarvoor snel op onze website. We hopen dat het stadion vrijdag om 8 uur weer helemaal gevuld is. Dit was Cambuur TV. Tot volgende week.